Ik had niet verwacht dat het zoveel tijd zou kosten om het allemaal te maken, maar op zich is het wel gelukt. Hey, hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar het vervolg van de grote No Limits video. Aflevering 700 was dat, waarin we een achtbaan gingen maken. En nu dus dat we een vervolg maken met de aankleding van deze baan. Oftewel, in deze video gaan we de ondersteuning plaatsen en een gedeelte van de omgeving. En ik was al stiekem begonnen om een beetje de behendigheid erin te vinden. Ik heb deze tegel die je hier ziet onderin, heb ik gekregen van Stef. Die heeft hier opgestuurd. Die heb ik dus een paar keer gebruikt en een pleintje ervan gemaakt. Wat je dan doet is... ik zal deze even groter maken, dat is wat handiger. Je selecteert dan een rij, Ctrl-C, Ctrl-V. En je kan eigenlijk gewoon deze plakken. En het is gewoon eigenlijk een soort van legpuzzel. Je legt hem er op de juiste moment in. En dat gaan we dus nu niet doen, dat wil ik ook helemaal niet. Want dat wil ik rustig gaan uitzoeken. En hier is dan de achtbaan, ook met natuurlijk wat aankleding. Ik heb wat bomen en flowers gedownload van het internet. Die zaten niet standaard in het spel, dus die moest ik even goed gaan opzoeken. En ik heb ook dit object gevonden. Ik moest dat helemaal gaan toevoegen, ook met textures. En dat was best wel een gedoe, maar het is me wel uiteindelijk gelukt. Dus waarschijnlijk zal ik meer van dit soort leuke objecten gaan toevoegen in de map. Maar ja, het oogt natuurlijk nog een beetje koud. Ik weet ook niet hoe ik de wachtrij wil maken. Ik heb hem nu recht naar voren. Dit zijn ook allemaal hekjes die je kan verschuiven en kopiëren en dat soort dingen. Kijk, je kan ze ook nog draaien. Oh, dit is een boom trouwens. Wacht, ik moet wel het hekje selecteren. En die kan je dan overal heen plaatsen waar je maar wil. Die kan je ook makkelijk kopiëren en plakken. Ik had niet verwacht dat het zoveel tijd zou kosten om het allemaal te maken. Maar op zich is het wel gelukt. En je ziet ook, als je eenmaal zo'n hekje hebt gemaakt, doe je Ctrl ingedrukt houden. Je kopieert alles en je kan het 4 keer plakken. En dan krijg je allemaal van die mooie gelijke hekjes. En natuurlijk ook lantaarntjes toegevoegd. Allemaal losse objecten. En er komt nog veel meer in te staan. Dus we gaan een beetje snel vooruit spoelen. En dan dadelijk komt Stef binnen. En dan gaan we verder met de ondersteuning. En wij beginnen het gesprek gelijk al met Matthijs. Hallo Matthijs. Hallo Vincent. Hallo. Welkom in de video ook. Ja, dankjewel. Ja, jij ziet nog niet helemaal wat ik aan het bouwen ben, maar ik ben met name bezig, dankzij jouw hulp ook, met de omgeving in het spel. Ja, voelt dat goed? Ja, dat voelt heel goed. Intens. Oh, nee, maar, intense voyage. Jij bent ook wel aan het bouwen natuurlijk in No Limits. Ja. En hoe lang doe jij al bouwen, zeg maar? Want je bent onder de naam Foxy Boy, hè? Ja, ik doe al heel lang No Limits. Ik ben begonnen met No Limits, de eerste versie. Oh, de eerste nog? Ja, de eerste kwam die versie. Uit dan? Dat is wel een tijd geleden, denk ik. Dat is een hele lange tijd geleden. Dat 2010 dan? Of praten we dan nog verder terug? Of? Nee, nog een stukje verder terug. Oh. Maar toen maakte ik al een beetje achtbanen, meestal gewoon voor mezelf. En een hele lange tijd hebben we toen gewacht op No Limits 2. Ja. En toen dat uitkwam, toen heb ik dat ook gelijk gekocht. Vet, en, dus eigenlijk vanaf de release ben je al bezig met het spel? Ja, ja. Wauw. Ja. Dat is echt lang. Ja, dat is heel erg lang, ja. En als jij een soort van schatting moet geven hoeveel achtbanen je nu hebt gemaakt, is dat dan bijna ontelbaar of is dat nog wel een beetje te overzien in de map? Dat is nog vrij te overzien, omdat ik meestal meer projecten bezig ben om ook vol te decoreren en zelf ook custom scenery. Oh ja, 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 want je maakt zelf je scenery, toch? Ook. Ja, ik maak heel vaak mijn eigen scenery. Soms gebruik ik ook andermans scenery, maar heel vaak maak ik het gewoon zelf. En dat doe je dan in programma's als Blender of wat gebruik jij dan precies? Ik gebruik een mix tussen Blender en Google SketchUp. Dat gebruik ik ook heel veel. En wat is nou fijner werken dan van die twee programma's? Heb je nog een voorkeur of is het gewoon een mix dan? Ik vind zelf SketchUp veel fijner werken. Maar dat komt omdat ik de controls van Blender wat minder makkelijk vind te gebruiken. Oké. Dus dat is wat ook voor mensen die nog niet helemaal bekend zijn met 3D-programma's. Is Google SketchUp dan wat beter en wat makkelijker te gebruiken dan? Ja, dat is heel, heel veel simpeler te gebruiken. Het is heel gebruikersvriendelijk. Ja. En wat is nou jouw favoriete achtbaan om te maken? Het is een lastige vraag, want je hebt natuurlijk ook die nieuwe update. Nou ja, nieuwe update, inmiddels al wat ouder, maar de laatste update was de RMC natuurlijk. Heb jij dan een voorkeur naar een inverted coaster of ga je toch vaker voor hout of maakt het je allemaal niet uit? Ik ben meer van de sit-down coasters. Oké, ja.
Van de sit-down coasters pak ik meestal de lanceerachtbanen. Oh, super, ja. Maar ja, ik vind een van de mooiste treinen vind ik dan toch weer de Mack Lounge Coaster. Die vind ik wel, ja, ik vind die zo mooi gedesigned en die loopt ook best smooth. Dus van al jouw achtbanen heb jij over het algemeen dan veel sit-down coasters. En ja, ook met in ieder geval de voorkeur naar een gelanceerde achtbaan. Ja. Leuk hoor, dat is gaaf. En hou je er zelf in het echt ook van? Of is het gewoon omdat het in No Limits gewoon fijn is om te bouwen en dat je in het echt misschien wel liever in een RMC zit of zo? Ja, bij mij varieert het wel. Ik hou ik hou van heel veel verschillende achtbanen. Een hangachtbaan vind ik ook heel lekker om in te zitten. Ja. Laatst heb ik ook weer een flying coaster gedaan, dan die in Fantasialand. En dat vind ik dan ook weer een heel apart gevoel. Dus bij mij gaat het meer om de baan dan dat het gaat om, is het een lanceerachtbaan of een takel of ja. Oh ja. Ja, want jouw werk is ook wel een beetje achtbaan gerelateerd, hè? Dat is misschien wel leuk om te vertellen, of niet? Ja, ik momenteel werk ik bij Vekoma, dus ja. Ja, voor de mensen die niet weten wat Vekoma is, ze verkopen schoenen. En, Ja, hele mooie schoenen. Ja, van laarzen tot aan van die Crocs ook, hè? Die wordt heel goed verkocht. Ja. Nee, Vekoma is natuurlijk, die maakt achtbanen, hè? Ja, die maakt achtbanen. Maar ook, niet alleen schoenachtbanen, ja. Ja. De Julianatoren. Ja, dat is een bekende. Ja. Is dat toevallig een Vekoma, ja? Ja, dat is een Vekoma. Nou, dan zie je maar weer, het komt er gewoon door. Die schoenen, dat was gewoon de allereerste. Ja. Dus die heb ik in mijn hand gehad, die trein. Dus. Oh, echt waar? Oh, ja, dat is cool. Ja. Dus je ziet eigenlijk alles voorbij komen van achtbaanrailsen tot aan karretjes die je moet onderzoeken of in elkaar moet zetten met schroefjes en met staal. Ja. Oh, wat gaaf zeg. We krijgen alles, zoals de boostermotoren van de achtbanen. Alles zien we voorbij komen. Dus, gaaf zeg, echt heel gaaf. En wat is nou het meest bizarre wat je dan hebt gezien op de werkvloer? Althans qua een model van een achtbaan of misschien wel wat anders? Het bizarste wat ik nu heb gezien is het project waar we nou mee bezig zijn. Dat is voor Amerika, voor Disney. Dat is voor Guardians of the Galaxy Mission. Mission 2 of zo? Ja, een lanceerachtbaan met draaiende karretjes. Oh, net zoiets als wat Plopsaland krijgt dan. Ja, maar dan in plaats van dat ze losdraaien, worden ze gestuurd door motoren. Oh, wauw, oké. Dus hun bepalen eigenlijk welke kant die opgaat. Ja. Dat is heel bijzonder. Voor de ultieme rit, zeg maar. Ja, want ik heb de onderuit al gezien van hoe het eruit gaat zien, ook met teaming. En dat maakt niet uit waar het gewicht is verdeeld. Het maakt niet uit of iemand wat zwaarder weegt en die dan net op de hoek zit. Of eigenlijk allebei op één plaats. Maakt niks uit. Okay. Nee. Bijzonder, hè? Ja. En de andere achtbaan die ik heel mooi vond was de Tron Coaster. Oh. Dat zijn die motortjes waar je op zit. Ja, met het blauwe licht en zo. Ja, met blauwe licht. Die tunnels, met die ringen, toch? Die ringen waar je doorheen gaat. Ja. En maar dat staat niet hier, hè? Dat helaas. Nee, helaas niet. Misschien dat het ooit nog komt, maar dat weet niemand. Dus jullie leveren eigenlijk over de hele wereld. Er komt een vrachtwagen, jullie laden het in en ja, jullie weten waarschijnlijk wel waar het naartoe gaat. Maar het is in ieder geval niet alleen maar Nederland. Nee, eigenlijk over heel de wereld leveren wij. Heel gaaf. Ja. Nou, we gaan even weer door naar de normale snelheid voor even wat uitleg. En bedankt voor jouw uitleg. Yes! Hey, welkom terug bij de normale snelheid. Zoals je kunt zien ben ik al bezig met een nieuwe attractie eigenlijk. Hè? Het schommelschip met wat decor op de achtergrond. Alleen ik ben nog niet tevreden, want de ondersteuning komt dwars door het huis heen. Maar ik wilde, eigenlijk wilde ik gewoon eventjes deze trap wegwerken. Dus vandaar dat ik een huisje heb geplaatst. Maar ik heb een kleine decorstuk nodig of ik ga het misschien nog wel met rotsen afwerken. Op elkaar gestapeld. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou ja, de hekjes natuurlijk. Dit is eigenlijk al de ingang en de uitgang. Dus als ik nog een klein kassahokje kan maken waar je onderdoor gaat of gewoon iets dat je kan betalen of een bordje met ingang en uitgang, dan ben ik al helemaal blij. Dan heb ik in ieder geval een attractie erbij, want het wordt natuurlijk een klein mini parkje. Het wordt niet alleen maar de achtbaan. Zoals je kunt zien heb ik al een support toegevoegd en ik ga jullie kort uitleggen hoe je dat moet doen.
Trouwens, bedankt Matthijs voor het uitleggen. Want ja goed, hè, dat is gewoon fijn als mensen het even uitleggen. Want ik weet het allemaal niet meer zo goed. Wat we moeten doen is eerst de coaster gaan vriezen. Of eigenlijk unvriezen in dit geval. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar het lukt wel. Dan gaan we naar support en dan naar choose prefab. En ik ga dit keer voor deze vier tracks. Voor de track default single. Voor de track default double 90 degrees type B en type A. En voor de track default double. Houd dus in dat hij dan twee palen maakt voor wat extra ondersteuning als hij dat nodig heeft natuurlijk. Nou, dan kiezen wij nu even de track default single. En het enige wat we doen is eigenlijk klikken waar wij denken dat een ondersteuning moet komen. Dus misschien moet het daar een. Is het te dicht bij elkaar? Misschien wel. Ik weet ook niet hoeveel blokjes ertussen moeten zitten, maar dan kunnen we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat zijn er behoorlijk wat. Om te kijken of dat er goed uitziet, kunnen we weer terug naar de achtbaan om te freezen. En dan gaan we kijken of dat er redelijk uitziet met de ondersteuning. Nou ja. Ja, ik kan hem misschien eventjes naar 8 veranderen. Dat hij één plaatje wordt opgeschoven. Dat zou kunnen. Ik denk dat dat net even wat beter is. Dus dan gaan we weer terug naar unfreeze. Nou, dan zeg ik Ctrl-Z in dit geval. Dan gaat hij als het goed is de... Oh jee. Oh, ik snap hem al. Ctrl-Z is natuurlijk weer freezen. Ja. Nee, dan gaan we naar Elements. Ik zal deze even een soort van... Oh, die kan ik gewoon opschuiven. Prima. Dus, dit zijn er dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en klik maar. Nou ja, het is niet lelijk, denk ik. Ik weet ook niet of het raar is dat de achtbaan zeg maar een soort van... ja, de andere kant opkijkt nu met de paal. Het gaat elke keer van links in één keer naar rechts. Dat kan ik waarschijnlijk ook gaan wijzigen. En zo moet ik de achtbaan dus gaan ondersteunen op deze manier. De kleuren ben ik nog niet tevreden over. Dat ga ik dan later aanpassen. En als de ondersteuning klaar is, dan kan ik in ieder geval gaan beginnen met natuurlijk de aankleding van de natuur. Het moet echt heel mooi gaan worden als het uiteindelijk af is. We hebben ook een watertoren of een water tower, zeg maar. Dus dat ziet er ook wel erg mooi uit. Het was ook best wel een gedoe om dit allemaal toe te voegen. Maar het is wel gelukt. En het pleintje wordt natuurlijk ook wat groter dan dat je hier ziet, uiteraard. Dus, nou, op naar de ondersteuning. En we praten nu met Serming. Hallo. Hallo. Onze buren, hè? Onze zuidenburen. Ja. Hoe is het? Goed. En met jou? Ja, prima. Dankjewel. En jij maakt natuurlijk ook gewoon... Hoe lang bouw je al in No Limits? Hoe lang? Goh, ik denk dat ik dat al een stuk of 4 jaar heb. Zo, damn. Jeetje, en als ik jou nou de moeilijkste vraag moest stellen, wat is nou je favoriete achtbaan? Nou ja, het is niet echt moeilijk, maar wat is nou je favoriete achtbaan om te bouwen? Dan zou ik zeggen een Intamin Launch Coaster. Ja? Ja, gewoon omdat je er mee kunt doen wat je wilt eigenlijk. En doe jij ook nog andere banen maken? Ik neem aan, in die 4 jaar probeer je denk ik bijna elke baan wel uit, toch? Ja, ik probeer heel veel banen te bouwen. Ik ben nu bezig met een custom baan met mijn nieuwe zelfgemaakte trein, een Vekoma STC. Zo dan. Is dat ook niet dat die baan heel vloeiend loopt als je hem custom maakt? Dat we niet de snelheid kunnen zien en zo? Ja, dat is eigenlijk in normale banen, in No Limits, heb je automatisch een camera setting aanstaan dat die schudt een beetje. Dan lijkt hij iets minder soepel. Dat is de... Ik snapte nooit wat nou het idee was, want je zag er nooit de snelheid. En ik had altijd het gevoel dat er een of andere random achtbaan werd gebouwd als treintje, als een model. Die werd dan op de baan geplaatst en zoek het maar uit. Ga maar gewoon lekker die baan bestrijden. Maar het is dus gewoon, met de camera wordt er ook een beetje mee gespeeld ofzo. Nee, met die custom treinen kun je nergens statistieken zien of zo, maar bij een normale achtbaan zonder custom treinen is er gewoon een setting dat je camera een beetje schudt qua bij de snelheid. Oh, vandaar. Oké. Dus dat is dan uitgezet bij de custom treinen dan? Ja. Oké, dan snap ik het een beetje nu, hè? En jij bent dus bezig. Hoe lang ben je dan bezig met zo'n project? Met zo'n custom treintje en zo'n custom baan lijkt me meer werk dan een normale achtbaan bouwen, toch? Inderdaad, die treinen die heb ik met geluk in 3 dagen uit kunnen pompen. En ik ben nu met die baan die ik ermee aan het bouwen ben al een paar weken bezig. Gaaf zeg, wauw. En doe je dit voor een wedstrijd of heb je gewoon zoiets van dit is speciaal voor een echte No Limits uitzending van Davinsto Games? Ik ga die sowieso naar jou opsturen. Oh, vet. Maar deze die ik nu aan het maken ben is voor de officiële round-up die de No Limits developers organiseren elk jaar. Wauw, dat is ook wel een beetje spannend dan, hè?
Ja, zeker. En ben je al een keer best wel hoog geëindigd ook in de vorige wedstrijden? Of? Ik heb nog niet met die officiële round-up meegedaan, maar wel in kleinere Discord-servertjes, wat wedstrijdjes. Nou, laat mij weten in de mail hoe ver je bent geëindigd en dan kunnen we ook jouw achtbaan zelf gaan beoordelen natuurlijk. Dat zal ik zeker doen. Oh, super. Nou, bedankt voor je gesprek. Graag gedaan. Als het goed is, staat nu alle ondersteuning klaar. Ik heb ook nog wat gerommeld met het station, want die stond niet helemaal recht. Dat is, als het goed is, allemaal gefixt. Dus we gaan even naar Freeze en dan gaan we kijken of het er mooi uitziet. En op zich, de kleuren van de ondersteuning, ik vind het niet heel lelijk. Nou ja, het past wel een beetje bij elkaar. En zo zie je maar weer, de achtbaan is bijna af. Natuurlijk horen hier nog veel meer dingen bij, zoals het terrein aanpassen, het terrein mooi maken. Een van de leukste dingen, denk ik toch wel persoonlijk. Dus daar gaan we mee beginnen. Heel veel kijkplezier, want dit moet gewoon een heel mooi project gaan worden, uiteraard. En als het lukt, dat we nog wat custom dingetjes gaan toevoegen natuurlijk, om een klein beetje geavanceerde modus in te schakelen. Daarmee bedoel ik dus net even anders, out of the box, toch? Nou, we zijn hier bij Casper, Coaster Creator. Zeg ik het goed? Ja. Oh, hallo. Nou, welkom hier in de video. En nou, leg uit. Ik heb een baan voor jou gezien en die zag er echt super vet uit. Bedankt. Ja, want je deed mee aan een wedstrijd, geloof ik. Ja, dat klopt. De Roundup 350. Zeg maar, georganiseerd vanuit de No Limits Discord. Ja. En die contest gaat zeg maar over dat je een baan moet creëren met realistische supports, G-krachten, die moet je thematiseren en dat alles moet je weer verwerken zeg maar in een video. Oh zo, en jij hebt iets gemaakt? Op basis van die video word je dan weer gebaseerd. Oké, of beoordeeld dan. Oké, ja, en hoe was jij geëindigd? Hadden ze nog kritiek op je baan? Want het zag er echt fantastisch uit. Ik kan niet voorstellen dat daar nog kritiek op is. Maar ja, die mensen die zijn heel professioneel bezig natuurlijk, denk ik. Zeg maar, vanaf de leiding zelf. Hij heeft alleen de top 10 van hun uit tips gekregen. Ik heb dan wel nog tips gekregen vanuit de community. Ja? Alleen ik heb laatst de top 10 niet gehaald, dus... Oh, dat is wel jammer. Ja, klopt. Het was echt een heel sterk jaar, dus ik heb geen klagen. Want de rest was echt gewoon hartstikke goed. Ja, vet. Ze zaten ook zeg maar, met z'n allen zaten ook de bekendmaking te kijken. En dan zag je ook gewoon... Eerst zag je een andere Nederlander... Zesde of vijfde eindigen. Ja. Nou, dat was hartstikke goed. En toen eindigden Piff en Timo. Ja. Die eindigden nog tweede. Wauw. Dus dat was echt helemaal... En heb je nog nog tips voor mij en ook voor de mensen die kijken? Wat zijn jouw tips nou voor No Limits? Probeer gewoon... Kijk, dat is echt heel belangrijk. Kijk tutorials. Kijk hoe je smooth banen maakt, want... Je kan hartstikke goed thematiseren, maar als de baankwaliteit slecht is, dan word je er echt op afgerekend. Ja, want het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om de baan. En die aankleding is natuurlijk gewoon een extraatje om het een beetje mooi te maken en op te vrolijken vanuit de baan. En gewoon doorheen te lopen door een mappie of door een park. En ja, ik probeer nu ook mijn baan. Ik weet dat er wat kritiek op kwam van ja, dat bochtje was niet goed en dat was niet helemaal lekker. Maar ik probeer eigenlijk met elke video het een beetje te upgraden, dat het er beter uit gaat zien. En natuurlijk ook naar tips te luisteren. Heb jij nog een tip voor mij? Je smoother maken? Ja, sowieso. Een custom station is heel mooi, maar goed. Daar zou ik niet direct mee beginnen. Wat ik zou gewoon zo doen is kijken naar... Dus hoe maak je je baan echt smooth door meer vertices te plaatsen bij elk element. En als je dan zeg maar, van dat element elke keer weer hem helemaal selecteert, dan kan je bij elementen naar deepen vertex gaan. Ja. En dan probeert hij de G-krachten zo laag mogelijk te houden. En dan kan je zelf bij de roll notes instellen geen laterale G-krachten, want die wil je het liefst vermijden. Ja. Hoe lager die zijn, hoe beter. En wat is jouw favoriete baan om te bouwen? Heb jij een favorietje erbij? Dat je denkt van, nou, die baan, die gebruik ik eigenlijk altijd. Intamin. Een Intamin? Intamin. Ja, of in het spel dus de Rocket Coaster. Ja. Maar ook vooral omdat daar ook custom treinen voor zijn. Die zijn er twee al op openbaar en één is nog in de maak, weet ik. Ja. Dat ziet er al, sowieso, custom treinen zien er altijd goed uit. En Intamin is ook gewoon heel prettig om mee te werken, want qua supports ben je heel vrij. Qua elementen ben je heel vrij. Ja, dat is gewoon ideaal. Dus als jij ook een baan aanraadt voor beginners of dat niet? Is het juist voor de gevorderde bouwer? Of maakt het niet uit? Zou ik beginnen met of een houten achtbaan
of een Mac. Ja. En dan ga ik zelf proberen inversies te maken, zoals hele ingewikkelde, zelfgemaakte cobra-rol bijvoorbeeld, of een bananenrol, want ja, dat was echt pittig. Ja. Zeg maar, ja, als je te weinig fur tussen plaatst, dan is je elementsvorm ook niet meer goed. En dat zorgt er weer voor dat het weer moeilijker is om goed te thematiseren en te supporten. En het is eigenlijk zo'n verketteringreactie. Oké. Dus, en een kinderachtbaan, is dat ook goed voor beginners? Of je zegt houten ja, achtbaan en Mac? Oké. Okay. Ja, ik zou eigenlijk, zoals ik al zei, kinderachtbaan, houten achtbaan zijn, hebben wel mijn voorkeur. Want dan zit je niet gelijk vast aan inversies en alleen maar aan bochten en airtime-heuveltjes. Dus het eerste is de kans dan dat je het laterale, überhaupt rode G-kracht pakt, is aanzienlijk minder. Ja, want je maakt minder snelheid natuurlijk. Klopt, die hebben net een lagere snelheid. En daarnaast, zeker houtachtbanen, die support zijn automatisch. Oké. Okay. En daardoor kan je ook niet te veld ingaan bij supports, zoals je bijvoorbeeld ook vaak ziet, dat mensen bijvoorbeeld B&M gigasupports gebruiken, ja, onder een Mac coaster. Ja. Dus als je het verschil kijkt, dan zie je duidelijk het verschil. Nou, dankjewel Casper voor dit gesprek. Superleuk. Ja, alsjeblieft. Ik ben nu bezig met een beetje landschap creëren. Dus ik ben nu ook een paadje aan het maken met woodchips. Dat is een soort van, dat zijn houtsnippers eigenlijk in principe. En dat gaat dan hier naar het torentje toe natuurlijk. En ik merk al een klein beetje dat het niet meer zo heel vloeiend loopt als eerst. Maar dat komt natuurlijk omdat ik echt wel een best wel gedetailleerd gebied aan het maken ben. Maar dat vind ik zelf heel leuk. Matthijs, die me ook heeft geholpen met de uitleg voor de supports, die gaat me ook helpen met een aantal objecten, zoals een houten huisje. Ik krijg ook een waterput. Wat van die boomstammetjes of wat dan ook. Allemaal leuke dingen om het een beetje mooi te maken hier in het landschap. Vooral die huisjes zijn natuurlijk heel leuk om die aan te passen. Want je kan ook de grootte van de huisjes aanpassen. Dus dat is ook heel mooi. Dus waarschijnlijk ga je dadelijk een heel erg leuk gevarieerd landschap zien, wat je eigenlijk nu al ziet. Dus wat ik nog leuker vind, is dat je dadelijk ook gewoon kan lopen over dit pad heen als een bezoeker. Dat is eigenlijk ook het idee. Dus genoeg te doen nog. Geniet ervan. We gaan weer even vooruit spoelen. En ik ben hier weer met Matthijs. Hallo jongen. Hallo, daar zijn we. Hoe is weer. Het? Je hebt iedereen gemist natuurlijk, hè? Ja, zeker, zeker. We hebben het natuurlijk met jou al gehad over een beetje models, hè, waarin jij dat maakt. Ja, zeker. En je gebruikt verschillende programma's. En we hebben natuurlijk al een beetje over je werk gehad, dat je heel erg geïnteresseerd bent met het zelf werken bij Vekoma zelfs nog, hè? Ja, ja. Maar ik wil toch nog even met jou hebben over No Limits. Want stel je voor, jij begint nou een gloednieuw project. Wat zijn jouw belangrijke punten waar je aan moet denken als jij de perfecte achtbaan wil maken? Dus stel je voor, je wilt toch voor dat gouden tonnetje gaan. Wat moet jij dan precies? Wat zijn dan de eisen voor jezelf? Nou, waar ik meestal mee begin is welk type achtbaan ik wil beginnen. En dan ga ik kijken naar filmpjes van de bestaande achtbanen die in dat type zijn. Net zoals B&M heeft zijn eigen stijl, Intamin heeft zijn eigen stijl. En daar moet je een beetje naar kijken naar hoe je een achtbaan gaat maken. Ja. Dan begin ik meestal met het stationnetje een beetje in elkaar te zetten. Ja, maar dus, doe je altijd custom of gebruik je gewoon dan het standaard? Of zeg je van ik gebruik eerst standaard en dan als ik tijd of zin heb, dan maak ik er later een custom station van? Of heb jij wel een verplichting voor jezelf van ik moet een custom station maken? Nou, bij mij is het meestal, het ligt eraan wat voor project het is. Kijk, als ik een beetje aan het testen ben, dan doe ik nooit een custom station maken. Oké, okay, maar meestal heb ik wel een custom station. Het ligt eraan of je volledig of voor de helft is, want dat kan ook. Je kunt ook alleen een dakje zelf maken. Yeah. En de basis houden van het station wat in de game zit. Yeah. Maar daar moet je dan wel een beetje rekening mee houden voor als je iets eroverheen bouwt en dergelijke. Of je dat ook met jouw station mee wil nemen. Ja, en of het natuurlijk ook matcht met wat voor thema je wil, denk ik dan. Ja, ja, ja. Want heb je ook zeker van tevoren alvast van ik wil een thema, maar want je hebt dat type achtbaan gekozen. Heb je dan al een thema in gedachten? Of ga je dan ook weer research doen op het internet van nou, dat thema wil ik gebruiken of ik ga toch liever een andere kant op? 9 van de 10 keer kun je alle thema's gebruiken bij een achtbaan. Alleen ja, meestal bij een mind train, ja, krijg je meestal wel zo'n wildwest avontuurtje of in een berg. Dus dan moet je daar een beetje aan houden.
En welke achtbaan heb je nou het allermeest aan gewerkt? Dus met aankleding, met je werk aan de layout, met natuurlijk de vormgeving. Is er een project wat je gewoon niet vergeet, omdat je daar misschien wel 200 of 300 uur aan hebt gespendeerd? Is er een project? Nou, er is een project dat heet de Mad Hatter. Daar heb ik een Kerstlauer Infinity Coaster voor lekker gebruikt. Speels. Ja, dat is een speelsbaantje, maar dat is ook echt, je gaat een bochtje om en dan krijg je eerst binnen in een dichte ruimte krijg je een bepaalde elementjes die ook meestal gebruikt worden dan bij die achtbaan. Oh. En dan krijg je een lanceersectie naar buiten. Mocht dan denken aan Tripstrail, aan de... Ja. Ja? Ja. Hoe heet de achtbaan nou? Dat is... Caracho. Caracho, ja, Caracho. Ja, Caracho, dat is beter. Caracho, Caracho, hoe dat ding ook heet. Ja. Zo'n type, ja, hun hebben meerdere van die baantjes gemaakt. Dus een beetje de Mad Hatter van Alice in Wonderland. Oh, op die manier, ja. Ja, dus dan kom je ook echt langs het hoedje van de Mad Hatter kom je langs en dan leuk. Met een beetje vuur word je naar buiten geschoten omdat die in zijn gekke droom komt. En moest je dan al die objecten ook zelf maken of doe je dan toch hulp een beetje op internet zoeken van nou dat kan ik vandaar gebruiken en dat kan ik misschien daarvan gebruiken en dan zet je iets in elkaar of doe je echt vanaf begin af aan een model maken? Het complete station plus binnengedeelte qua gebouw heb ik zelf gemaakt. Zo. Het hoedje van de Mad Hatter heb ik toen ergens vandaan gekregen. En eigenlijk de rest is allemaal custom made geweest. Nou, dat kost ook veel tijd lijkt mij. Niet alleen maar dan het bouwen van de achtbaan en de vormgeving, maar ook gewoon in je programma's werken met models en zo. Dat kost ook natuurlijk heel veel tijd. Ja, ik denk dat de meeste tijd zit in de custom objecten, omdat je moet wel alles uit gaan meten binnen in-game en dat weer terugzetten naar naar je programma. En hoe lang ben je nu, want je bent nog niet klaar met het project, dus dat krijg ik nog wel hopelijk een keer met No Limits te zien. Ja, die krijg je nog wel een keer te zien. Oh, super. Maar er zit nou best al wel wat uurtjes in. Alleen ik heb alleen het station en de achtbaan zelf. Ja. Alleen heel de wachtrij moet ik nog ontwerpen en maken. En dat gaat ook allemaal in het thema van de Mad Hatter, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Geen inspiratie van Walibi Friday Nights toevallig? Half. Ja. Oké. Okay. Ja, ik hou wel van Anton Frieck. Dus dan krijg je dat ook een beetje, dat twisted gedeelte. Ja, en Disney in Tokyo. Hongkong. Die heeft volgens mij ook Halloween gehad. En daarbij hadden ze ook de Mad Hatter die iemand zijn kop eraf sneed. Dus, wow. Tijdens de rit? Of hoe zie ik dat voor me? Of bedoel je dan in de wachtrij? Dat was een walkthrough attractie. Kijk, dat is heel wat anders. Ja. Maar je laat je wel een beetje inspireren door zo'n... Het wordt wel een beetje een horrorattractie als ik het zo hoor. Met de kop eraf en zo. Ja. Okay. Het is wel een wat duistere attractie. Dus ook met jumpscares misschien wel? Of geluidseffecten? Geluidseffecten. Ik was bezig met een ambiance erin te werken. Oh. Dus als je gaat eigenlijk eerst een bochtje in en dan krijg je een dropje. En dat je dan een beetje wat spannender gevoel krijgt door de ambiance die erbij zit. Oh, dat is vet. En heb jij nog een wens wat je ooit wilt maken in het spel? Heb je nog een soort van een opdracht die je jezelf wil geven? Dat je denkt van dit zou ik ooit nog een keer willen doen. Maar het is of zoveel werk of nog zo moeilijk. Want je hebt natuurlijk ook scripts die je kan uitvoeren in het spel. Dat je de baan kan laten kantelen. Dat je hem daar ineens naar een andere track kan laten gaan. Heb je nog een wens of een idee wat je nog wel wil gaan doen in No Limits? Ja, ik ben nou bezig met een idee waar ik al heel lang mee bezig ben. En dat is een mine train die een beetje lijkt op Expedition Everest in Amerika. Met die Yeti? Ja. Binnen in die grot. Een hele compacte, krappe achtbaan. Zo voelt het wel, ja. Dus, en dan heb ik de scripts eindelijk gereed dat de attractie dus een lift heel omhoog gaat. En dan in één keer poef, naar achter valt. Oh, dat is gaaf. Dus nou is het eigenlijk de baan afwerken en dan komt pas het thematiseren. En daar denk ik het meest in zitten. Net weer. Als wat je zegt, weer met models maken, zo'n Yeti. Ja. Want een animatronic, hoe werkt dat dan precies? Want ik neem aan, stel je dat dan in No Limits in? Of moet je dat toch allemaal in die programma's instellen met bewegingen? Volgens mij moet je dat in... Ik weet, volgens mij kun je dat niet doen in SketchUp. Maar dan moet ik dat in Blender moet ik dat helemaal gaan animeren. En dan moet ik dan weer kunnen exporten richting No Limits. Maar dat is dus het punt waar ik nou een beetje tegenaan loop. Hoe en wat ik daar ga doen.
Ja, want ik heb wel eens een keer een heel groot project gezien in No Limits. Die heb ik voor mij of 1 of 2 keer opgenomen. Sowieso 1 keer op mijn kanaal. Dat was een compleet spookhuis. Met ook allemaal bewegende poppen. Alleen de poppen bewogen wel minimaal. Dus het was dan gewoon een pop. En die ging dan een rondje draaien. En eentje die kwam dan in 1 keer voor je langs. Als een 2D-poppetje of wat dan ook. Best wel leuk gedaan. Maar ik denk echt als je zijn armen en zijn hoofd wil laten bewegen. Dat dat echt heel geavanceerd is ook. Ja, en dan krijg je echt het hogere kaliber qua mensen die mappen maken. Ja, dat is een ander heel hoog niveau eigenlijk weer, hè? Vergeleken met als je net begint. Ja. Gewoon oefenen. Gewoon heel veel oefenen en heel veel uitproberen. Dat is het. Ja, ik heb heel en veel geduld. Parken waar gewoon achtbaan in staan. Dat je denkt, ja, wat voor achtbaan heb je nou weer gemaakt? Maar bizar is dat. Maar dat is gewoon je leert er gewoon van. Nou, bedankt Matthijs. Ja, geen probleem. En welkom weer terug. We gaan dadelijk afsluiten, maar niet voordat ik nog een beetje heb gebabbeld over wat we allemaal nog gaan doen. Ik heb namelijk van Matthijs, die 3 objecten voor mij heeft gemaakt, een bruggie, een huisje en een wc gekregen. Nou, wc is altijd wel fijn natuurlijk. Vooral die huisjes ben ik erg benieuwd naar. Dit is een brug die hij heeft gemaakt. Ik zal hem even wat lager plaatsen. Zo. En dan kan ik hem, als het goed is, met de Select Modify, kan ik hem natuurlijk ook verplaatsen en kijken of het allemaal gaat passen. Of ik het meer... Oh, ik moet hem wel een beetje kleiner gaan maken, dat meertje. Of ik voeg natuurlijk 2 bruggen. Oh, dat kan ook nog wel. Als ik er 2 toevoeg, moet ik wel even kijken hoe die dan hier gaat ondersteunen op iets. Maakt niet uit wat ik daar ga plaatsen, maar ik moet daar nog iets voor bedenken. Dat hij in ieder geval ergens op leunt. Dus dan plaats ik hier een brug. Hij mag nog wel een beetje richting deze kant, zo. Ik kan hem toch groter maken, geloof ik. Wacht even. Ik kan hem volgens mij gewoon scalen. Stel je voor, ik doe dit 2, 2 en 2. Oh, dan krijgen we wel in 1 keer een... Oh, jeetje. Nou, het is wel... Deze is wel een stuk beter, ja. Ah, kijk. Kijk. Nu hoef ik geen 2 bruggen te maken. Nou heb ik gewoon net 1 voldoende. Dat is echt ideaal. Oh, hij ziet ook gewoon mooi uit nu. Kijk nou. Oh, maar dit is fantastisch. Ik hoef niet eens 2 delen te gebruiken. Ik kan hem ook gewoon lekker scalen natuurlijk. En dan moet hij wel een klein beetje naar beneden, zie ik. Want hij moet wel een beetje aansluiten op het pad. En anders dan zorg ik ervoor dat hij mooi aansluit door het een beetje terrein te verhogen. En datzelfde geldt voor hier. Of ik gooi hem een beetje naar beneden. Dat kan ook geen kwaad, denk ik. Dan ben ik ook wel benieuwd naar het huisje wat hij heeft gemaakt voor mij. Hier is het huisje. Nou, mij benieuwen. Ik denk wel dat het mooi is, want hij heeft best wel veel ervaring ook met het programma Blender. Even kijken. Oh jee, het duurt even. Oh, kijk zo. Dat is een meters groot huisje. Ontzettend leuk. Ook ontzettend mooi. Eens even kijken als ik hem nou hier neerzet. Oh, iets lager. Moment. Even Ctrl-Z en dan deze hoogte. Dat is wel heel gaaf. Dan kunnen we hem ook weer even verplaatsen, maar we kunnen hem als het goed is ook weer een beetje scalen. Ik zie ook dat je aan de binnenkant kan kijken van het huisje. Dat is natuurlijk ook alweer hartstikke leuk. Zo, dan zet ik hem gewoon eventjes even een beetje draaien. Zet ik hem hier tussen. Oh, maar dat is wel heel tof. Zo kan je het echt heel leuk gaan aankleden allemaal. Ja, maar dit, hij past er ook gewoon perfect. Dit is echt heel toevallig. En de binnenkant, het is ingericht. Oh, oké, dat is nog leuker. Nou weet ik niet of je echt naar binnen kan of dat het deurtje ook open gaat. Dat zou ik moeten testen, maar het wordt eigenlijk, wat je al ziet, een loopattractie langs de achtbaan. Dus dit wordt echt een looproute en het ziet er tot nu toe al hartstikke gaaf uit. En het wordt nog mooier en groter. Hou het in de gaten op mijn kanaal en mis sowieso de updates niet. Want over een tijdje zal ik weer een update maken voor jullie. Een langere video met daarin het decor wat ik ga toevoegen. Tot de volgende keer en vergeet natuurlijk niet te abonneren, op abonneren te klikken en op het belletje om geen 1 video te missen. Doei!